Il faut aussi construire pour mieux vivre. En hier werkt de Belg de laatste jaren aan mee. Afgelopen jaar kozen 200.000 nieuwe gezinnen voor eerlijke handel. Een deel van die aankopen gaat naar de boeren in het zuiden. Afgelopen jaar steeg de markt voor fairtrade producten met 7% en dat is goed voor een omzet van 60 miljoen euro. Is fairtrade echt een trend aan het worden? Ik denk ten opzichte van andere markten dat de fairtrade markt inderdaad wel populair mag genoemd worden. De voedingsindustrie alleen al heeft maar een groeicijfer van 3%, dus dit is een verdubbeling dan toch wel. En als je het hebt over meer kwalitatieve gegevens, dan kunnen we zeggen dat uit onderzoek blijkt dat 2 op 3 Belgen fairtrade kent. Ondanks de bekendheid heeft slechts 1 op de 3 Belgische gezinnen een fairtrade product in de kast staan. Als we dat nationaal gaan zien, zijn zij relatief klein, zoals u zegt. Maar er zijn natuurlijk ook producten die niet fairtrade zijn, dus die niet in het fairtrade-gamma worden aangeboden. En die zou je daar eigenlijk moeten afhalen. Er zijn ook andere parameters die je moet bekijken, van hoeveel gezinnen kopen er eigenlijk fairtrade, hoe vaak wordt er fairtrade gekocht en hoeveel wordt er dan in het winkelmandje zelf eigenlijk gelegd. Het profiel van de fairtrade-fanaat is gevarieerd. Jonge singles, de oude garde en welgestelde gezinnen zijn fan van eerlijke handel. Wij kopen al heel lang ook zo'n producten. Omdat we vroeger, ik zal zeggen in onze jonge tijd, nogal actief waren in de 11-11-11-actie, gingen we de straten rond met de tonnen van waspoeder om geld en giften op te halen. En in die groep zaten ook de mensen die verantwoordelijk waren voor de wereldwinkel. Dus zo zijn we ermee in aanraking gekomen en zijn we dat altijd blijven kopen. Bij aankopen zijn we vaak prijsgevoelig. Fairtrade is iets duurder en zou daarom wel eens minder kunnen aanslagen. Maar blijkbaar zien we vaak verder dan het prijskaartje. Belangrijk, er zijn andere waarden die ook meespelen. Kwalitatieve waarden, bijvoorbeeld eerlijkheid, duurzaamheid. Andere zaken die voor de consument zeker belangrijk zijn. We staan er wel bij stil dat de boeren ermee kunnen geholpen worden. Maar hun producten zijn even lekker als andere producten. Dus als ik echt de keuze heb tussen 2 gelijkwaardige producten, dan zal ik een fairtrade product kopen. We zijn dus goed bezig. Toch zou het nog kunnen helpen als de winkelende Belg frequenter voor fairtrade kiest. 1 keer per jaar eerlijke bananen in het winkelmandje kan een verschil maken. Ook de grote winkelketens moeten nog wat bijschaven. Wel, inderdaad, er kan nog meer engagement opgenomen worden door de grote distributie. En we denken dan voornamelijk aan het beschikbaar stellen, het meer beschikbaar stellen van die producten, meer winkelschapruimte leveren, hè. Het meer zichtbaar stellen ook, eventueel met een aantal marketingtrucs en dergelijke meer. Maar dus het engagement van de bedrijfstop, maar ook van de garant, hè, van de winkelhouder, is van belang.